Ja, Jochem Twisker, de laatste weken zag je het misschien al een beetje aankomen. Vandaag is het dan definitief een feit, de dijk gedegradeerd. Hoe groot is het verdriet? Ja, verdriet gaat wat ver. Het is altijd pijnlijk voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor de club en spelers om te degraderen. Maar je hebt gelijk, het is natuurlijk een traject wat al enige tijd loopt. Dus ja, we hebben allemaal wel een beetje aan het idee kunnen wennen. Maar goed, als het moment daar is... geeft dat toch een heel erg rot gevoel. Hoe was de stemming net in de kleedkamer? Kan je me daar eens in meenemen? Misschien wat milder, wat minder extreem qua pijn en verdriet zoals je het zelf formuleerde dan bij een andere degradatie. Omdat het al enige tijd die kant op ging natuurlijk. Aan de andere kant, tot na de overwinning hier tegen Lienden hadden we toch weer het gevoel van joh, er valt nog wat te halen. In ieder geval richting een na-competitieplek. Maar ja, toen begon Tech ook zijn punten te pakken. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Dus het is misschien wat minder extreem dan bij een andere degradatie. Kan jij in dit krankzinnige seizoen een vinger leggen op één zere plek? Of zijn er heel veel zere plekken? Nou, er is één zere plek. Dat is natuurlijk het opstappen van de hoofdsponsor. Daar is natuurlijk een bak ellende uitgekomen. En we hebben zo goed... Als het ging met de resterende selectie geprobeerd het op te pakken. Daar ook best goede dingen in gedaan. Alleen het was te krap en te dun om erin te blijven op dit niveau. Ben je dan op dit moment nog boos over die situatie en verwijt je dan nu nog mensen wat? Ja, daar heb ik in het verleden genoeg over gezegd. Ik denk niet dat het zin heeft om dat nog een keer te herhalen. Het is een bepalend moment geweest, laten we het zo zeggen. Rijnsburg uit, daar haal ik steeds als voorbeeld aan, wonnen we. Stonden we zevende, we hadden de blik omhoog. Ja, dat viel in die week daarna viel alles weg. Als je gaat kijken, dan zijn we met name voor de bal heel veel kwaliteit kwijtgeraakt. Dat kan ik niet loskoppelen van dat moment. Er zijn gewoon spelers weggegaan die verschil konden maken. Dus, maar om daar nu nog boos weer richting betreffende mensen te zijn, heeft niet zoveel zin meer. Was vandaag misschien ook wel een exemplarische wedstrijd voor dat tweede seizoensdeel? Ja, volledig. Volledig. Ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien dat we speltechnisch niet veel minder zijn dan VVSB. Dat we goed meevoetballen, dat we de eerste helft ook onze kansen kregen. Maar als je dan ziet wat wij daaruit halen in de eerste helft. Hè, wij maken onze kansen niet af. Ik heb er 3 of 4 geteld. En zij hadden er denk ik ook zoiets en maken wel een goal. Tweede helft hebben we een fase gehad dat we denk ik bovenliggend waren toen we 3-4-3 gingen spelen de laatste half uur. Alleen daar halen we dan weer geen kansen uit. Dus samengevat kan je zeggen dat we eigenlijk in de 16 onvoldoende brengen om wedstrijden te kunnen winnen. Nog 2 duels resteren de dijk hier in de tweede divisie, ook voor jou. Maar waar spelen jullie nog voor, behalve de eer? Nou, ik denk dat deze jongens aangetoond hebben liefhebber te zijn. Hè. Op dit niveau hoor je de term broodvoetballers nog wel eens. Maar dat gaat niet op voor deze jongens. Die hebben aangetoond hier ook gewoon om andere redenen te willen blijven voetballen. Dus ik ga ervan uit dat die de laatste 2 wedstrijden dan gewoon blijven brengen wat ze gebracht hebben. Je speelt feitelijk nergens meer voor. Daar hoef je ook niet moeilijk over te doen. Spelplezier, laten we het daar maar op houden. Ja. Hoe ga je dat nu weer bij elkaar rapen? Is dat vandaag nog mogelijk? Nee, dat heeft geen zin. Er valt ook niet zoveel bij elkaar te rapen, omdat het, dat hebben we al een paar keer nu gezegd, iets is wat al langer aangekomen is. Dus we gaan van de week gewoon samenkomen en trainen en nog 2 wedstrijden spelen.